uit de groot bos behard gedragen, al die jaren van zijn leven. Oppervlakkig kon een mens niks aan hem zien. Hij heeft net altijd gezegd, als hij moet een gezicht zien, dan komt daar een gevoel voor hem. En dan moet hij hem afzonderen dat hij alleen is. En dan moet niemand om hem heen. Kijk hier in die tronk, daar heeft hij een hele paar keer, daar was ons een tamelijke groot zelfs gedurende die dag. En daar die hele paar keer heeft hij gaan leren, achter en op zijn zee. En dan zei hij, ons moet toch niet schreeuwen of razen. Nou, als hij daar opstaat, dan kan hij veel vertellen, kijk, dat is die gezicht wat hij gezien heeft. Maar hoe moest hij gevoel het? Toe hy hierdie gesig gesien en aan oom Pieter Moesman vertel het. Ek het die 15 juli het ek hom gaan besoek. Die beeld wat hy gesien het gesê in die driejarige oorlog, die Anglo-Boereoorlog, het hy die syfer 15 voor hom sien staan in die lucht, met vergulde letters geskrywe. Maar hy sê vir my dat gister, het ik daar die cijfer 15 voor mij gezien en die cijfer 15 is in bloed geschreven. Die dingen zal hier bij Lichtenburg beginnen. Hij zei, ik zie een donker wolk hangen over Lichtenburg. Dat is moeilijk hier. Hij zei, hij ziet dat die parlement in bent van een koostelerij. Die komt haastig daarheen. Allemaal gaan haastig huizen toe, behalve om koestelarij gaan door Johannesburg naar Pretoria. Daar zien hij, die volgende dag komt hij en generaal Beers terug van Pretoria en de Caridie en dan in die straten van Johannesburg. Daar zien hij, daar is net een stof, dan wolk. Hij zei, daar verdween een koosdalerij voor mij de gezicht. Toen zei hij aan mij, dat nu zal ik je vertellen waar ik een koosdalerij, waar we van weer zien. Hij zei, kijk, een Lichtenburg, dat groot gebeurtenis weer. Maar hij zien een massa mensen die gaan naar Lichtenburg. Hij zei, overal zien we tussen daar een massa mensen voor die vierkleurige huis. Hij zei, treinen loopt op en lucht maar stoppen. Hij zei, in Lichtenburg zien we een groot gebouw met de deur aan de zuiden en de deur aan de noordenkant. Hij zei, ik zie een massa mensen aan de zuidenkant voor daar de deur. En dit was die hervormerse kerk. Hij zei, ik zie 6 personen die draaien drukjes en daar die mijlen komen in die deur aan die noordenkant. En die personen en die kus, die worden in het middel van daar gebouwd, worden neergezet op stoelen. Hij zei, maar die persoon zijn gezicht is onder een sluier en de hand. Een van de 6 personen, die steekt je hand uit en ontbloot daar je gezicht. En toen je gezicht ontbloot, is dat een koosdalerij zijn gezicht. En werd het plaatsgevonden met een begrafenis van een koos. En koosdalerij is op die 15e, dat hij zeker, had hij gezien het op die 15e van september is hij geskiet. In Lichtenburg, ja, heeft die perd voor die afgrond gestegen. Die eerste skote in die rebellie is gevuur. Broer teen broer, pa teen seun, vriend teen vriend, of is het nog vriend? Siener van Rensburg het geweet wat kom. Siener van Rensburg het van Poeslarij gesê, dat gaan vrede maak by vereniging, gaan vrede sluit. Toe die generaal opgeroep is na vereniging, toe sê Siener van Koos, julle sal gaan teken, ons sal die oorlog verloor. Maar daar sal een oorlog kom tussen Duitsland en Engeland. Dan sien hy gaan een aantal boere haastig tussen die putte deur naar Duits-West om te gaan traktate maak. Sy invloed het begin geld. En die vraag wat nou ontstaan is, kan een man wat slechts legendarisch is, slechts onverstaanbare gezichten zien,
Kan zo'n man invloed uitoefenen op staatsmannen en andere volksfiguren van die tijd? Generaal Smit heeft Christiner gaan raadpleeg. En heeft Christiner gezegd, hey, ik weet niet of mijn regering nog die vertrouwen van die Afrikaner volk geniet nie. Hij zei, Christiner, ik heb naar jou toe gekomen om raad. Je moet me raad geven wat moet ik doen om die kloof wat tussen die volk is, om dit te heel. Het meer die verdeeldheid in politiek gebied. Toen zei Siener van hom, kijk, ontbind die parlement en schrijf die electie uit. En als je daar aan de wind komt, dan weet je dat je die volk achter jou. Toen zei Siener voor mij persoonlijk, boy moest van, hij zei, kijk, jij zal mij raad vatten, want ik zie, ik kap die doornbos wat in die volkse pad is, kap ik af. Meneer Rebellie was generaal van Zijl, een van die generalen wat die rebellen achtervolgen. En bij Witzand was daar een eeuwige gevecht tussen generaal van Zijl, waar hij werd bij die regeringstroepen en die rebellen. En na daar is gevecht daar, toen zei generaal van Zijl, hij los hierdie rebellencommando, wat hij nou van Kroema achtervolgen, die van generaal Kim. Hij los hulle nou, want hij kan niks aan hulle doen nie, want hij weet, Siener van Rijnsburg van die driejarige oorlog is bij hulle. Generaal hulle heeft niks gedoen nie, of Sienerse raad moet daarbij wees. En waar generaal hulle moet gaan aanvallen, het Siener van hom gesê, daar moet jy aanvallen. Op een zekere dag, president Steyn was nog over een jantjes van Teen. Gaan oom Niklaas naar president Steyn. En zei, president, jij moet hier weg. Want ik zie, morgen is die plek vol Engelsen. President Steyn zei, zonder die toestemming van generaal de la Rey kan ik niet hier weg. Nee. Toen het donker wordt, kom die Oosiener weer en zei, president, generaal de la Rey zei, net waar ik u hier neem, moet u gaan. President Steyn is ingewillig. Die nacht hebben de Engelsen die plek omsingel en wat niet weggetrekt het nie, is gevangen geneem. Die putte, dit het in die profetse gedacht is, een symbool van gevaar geworden. Voor evens meer als 600 zwak bewapende burgers, het de plek voorgelei wat door baie geschiedschrijvers gezien wordt als een van de roemrijkstes in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Roemrijk, omdat hulle door water en woestijn, op die oopvlakte tussen hellings en koppies, tussen berg en kloof, hulle weg tussen meer as 6000 regeringstroepen deurgevind het. Misschien ook roemrijk, omdat hierdie toch misluk het. Maar die belangrijkste was die pligsbesef. Daardie gevoel van nasieskap, Afrikanerskap, wat niemand kon stuit nie. Selfs nie een verpletterende neerlaag, wat slechts de dekade tevore die volk geskud het nie. Dit was ergens in die hart, in die siel, wat hierdie manne die gevoel van vrijheid gegeet, en soos met rebellie, ook die gevoel van bitterheid, teleurstelling en haat. Nooit op daar die epische tocht, het iemand homself verslane gelaat nie, selfs nie door die lang droe dae in een hongerwoestijn nie. Ja, ek onthou dit. Ons was, elke man van ons was daar gewees het. Ons het die kos gehad nie, ons het pere het doodgegaan, ons het kaal geloof. Die enigste ding wat ons gehad het, was ons geweer en mamin patroon, ons met rafskiet as ons skiet. En ek het gesien, groot man hulle het neerval op die sand, dat hulle leen heil, of soos die kind, soos die stout kind, sy skit soos heil. Dan kom en sê, jou tang is zwaar, jy kan aan volk sal, ek ben oom, wat dit weer, en sê, daar. O, as die Heere my net hel, laat ek van die vuil water, wat my vrou vir die kompuis deurgooi, ek in dit kreeuw in my mond te sit. En dan hoor ek weer een ander oud sê, as ek nou by water kom, kan Botha en Smits my doodskiet. Maar ek kan nie verder nie. Maar, dis wonderlik, daar was, soos hulle sê, daar is een onweerstaanbare kracht achter ons, wat ons instoot. Als mens gesproken, ons kon nie gedoen wat ons gedoen het, maar daar was iets. As ons weer water gekry het, dan is ons maar weer recht. Dan sê jy die oud kerels wat so gebrom het,
die zie alweer sy geweer uit die sand uit, toe recht maak, hoe draai is die lapje om nie by die slot. Die profeet was daar. Hy het gelei, raad gegee en vertroos. Hier waar ons nou sit, lê die kaart opgestrek. Droom ons met die vingerlaans oor die plekke, oor die trek en die profeet, want ons is intieme kennisse met hom nie, Klaas. Ons het hom baie gaan sien op sy plaas voor sy huisie by die velskoene, en altyd as ons daar kom, het hy die verblik in sy oog gehad. Die vinger is op Koeroeman. En die 8e November was ons komande aan trek, en die ochend, omtrent 3 uur, het ons, was ons nawe Koeroeman gewees. Toe het hy na my toe gekom, maar ek het voorgerij in stoet, broer Boy en ek langs mekaar. Toe sê hy aan my, hy sê, kyk, hy sê, ek iets om jou te vertel, ek sien hiervoor is gevaar, ek sien ons gevecht hiervoor, want ek sien, in die gezicht sien ek dwars slote voor oor ons pad. Hy sê, dit meen gevaar. Hy sê, en ek sien, ek word geskiet, hy, van Niklas. Hy sê, na die gevecht sien, ek vat hulle mee, en sit mee achter in die motorkar, en hulle vat mee deur en spreek water. Ek sien die water loop onder die kar deur, en oorkant teen die rand, sien ek 2 groot withuise. Hulle gaan lê mee neer op een bank, onder die verende, by een van daar die withuise. Dit was die plek Sjoerdien, wat later een landbouwskool was. Er ben daar neergeleerd, is ek wat gekwetst geworden. En want hy sê, dat hy sien, hulle leem daar neer, en hulle maak hem met een rooi kombers toe. Ek het toe koud gekry, toe hulle my daar neerleer, hoewel het september maand was. En ek het vir Adam de la Rey gevra, dit is een klein Adriaanse seun, man, kry toch een kombers, en kom gooi die oor my. Hy het toe daar gekom met een rooi kombers, en het my toegemaak. Toe sê broer Boy vir my, man, hier is die rooi kombers wat hem nie klas. En jou van word gesê, hy sê, en sien jy nou, dat nooit hy was, en dus jy wat daar geskiet moet. Van Koeroeman af was die trek na Olifantsnek. Die kommando was klaar in een vermoeide toestand, het zwaar gekry. Daar het nog vele van hom Niklaas' putte voorgelê, en telkens was hy die centrale figuur. Telkens is die kommando deur sy toe doen uit benarde posities gered, soos hier. En toe ons hier voor Olifantshoek kom, toe stop om Niklaas die kommando. Hy sê hier voor, waar ons ingaan tussen die berg in na Olifantshoek toe, weeskante stabiliseringstroepe ons voor. Hy sê, en ons draai daar kort weg, ons pad gaat hier vanaf in die richting van Posmaatsburg. Toe dit net mooi donker word, net so donker soos 16er, trek, die pad is oop. Hy moet altijd vir ons sê, wanneer stop en wanneer trek en waar aan. Hy moet die pad wees. Al is dit nog goed donker in die nacht. By Langberg is een lokval gestel, en weer het hulle ontduik. Siener het die pad aangewees naar die groot rivierse kant toe. Toe, by groot drink, het hy iets voorstel. Hy sê, kijk generaal, hiervoor sal ons baie moeilikheid hê. Hy sê, ek sien ons word daar omsingel deur die regeringstroep. Vandag gaan ons uit. En toe om Niklas praat, vandag gaan ons uit. Die hoog generaal kent sy 2 vuiste onder om Niklas se neus. En hy sê, rom, jy kan makkelijk praat. Wie julle is net so om ons. Toe sê om Niklas, rom, broer, dit kan my nie helpen. Ek het gesien die pad waar ons uitgaan. En ek het nie gesien dat op ons het skoot geskiet word. En ek en na die rebelle het ek verneem van een vriend van my. Hy sê dat ons nu sinne met de 6000 vloeken daar die dag. Ons het gevecht word dat het begin donker word. Om hulle weg te houden dat hulle nie bij ons kan kom nie. En net als het doet om te sê, nee generaal, ons moet nie. Hulle naar Afrikaanse kant van aanvallen nie. Hy sê, ons moet daar waar 2 benen een nekje maken. Hy sê, daar moet ons doorgaan. Toen sê iemand van die commando, die sê om Niklas, hulle daar vandag hulle kanone reggekrijg. Toen sê, nee, dit maak nie saak nie. Ons sal veilig doorgaan sonder een skoot skiet. En as ons door is,
dan kreeg hij ons een pan water daar aan de kant. Hij zei, daar zijn drie van hele troepen van ons van. Dat het letterlijk zo gebeurde, onze deur getrekt zijn en zo te schieten. Onze drie van hele troepen gevangen. Eén was nog een mannetje van Freiburg, wat ik ken. En onze hele daarin, van hele was teruggestuurd van die linie af om de water kan niet schoon maken. Toen zit dan Niklas weer op die treetang. Toen zei ik voor Niklas waar generaal Kemp wees. Ik zei, Niklas, hoe komt het generaal Kemp zijn knie hier vandaag slap geworden? Toen hij voor jou met die vuisten onder jouw neus verwijten. Hij zei, ja broer, kijk God, laat elke mens in die stof doen. Generaal Kemp niet morgen oormorgen, zei dus, hey, jelle generaal, of jelle die dapper burgers, of ik die ziener wat jelle hier uitgedrongen het nie. Maar ons moet God die eerste wat hem toekomt.